Ik ben Cora Seijgat. Ik sta nu voor het zesde jaar hier op de taalschool in Tilburg. De kinderen die ik nu lesgeef zijn kinderen die allemaal nieuw in Nederland komen. Die allemaal nog Nederlandse taal moeten leren. De meeste beginnen echt bij nul. Ik ben Justus. Ik ben 9 jaar. Ik ben bijna 10 jaar. Ik ben 1 jaar in Nederland. Schoon schiet, schuim schiet. Ik vind heel leuk in Nederland spelen. De ondersteuning die wij bieden is natuurlijk met name gericht op taalgebied, maar bij veel kinderen ook op sociaal-emotioneel gebied. Meneer Trias in de klas ook vechten. Zo, als je meneer gaat, als je weet het niet, als je niet leren, hij slaan ook. De sociaal-emotionele ontwikkeling is wel belangrijk, omdat kinderen toch met verschillende culturele achtergronden hier komen. En ze komen in een groep waar ze eigenlijk niemand kennen, waar sommige kinderen wel hun taal spreken, anderen niet, soms helemaal niemand. Hoe moet je je verstaanbaar maken? Ja, daarin zie je dat ze zoekende zijn. Met Team Up proberen we dus de kinderen een basis te geven, zich wat meer thuis te voelen. Gewoon het gevoel te krijgen er weer even ergens rustig te kunnen zijn en zich te kunnen ontwikkelen. Ze zien de leerkracht ook in een andere rol dan alleen maar echt leerkracht, maar ook gewoon die meedoet, die helpt bij spelletjes, die ook plezier heeft. Ik denk dat kinderen zich eventjes gewoon heel erg vrij voelen. Je ziet het ook aan sommige kinderen, die zijn heel stil in de klas en kunnen bij Team Up ineens helemaal open gaan en meedoen en actief zijn en plezier hebben. Je ziet soms ook de gezichtsuitdrukkingen, het gezicht gaat open. Ja, je ziet gewoon dat een kind dan opleeft. Bij Team Up zijn weinig woorden nodig, wat heel prettig is voor onze doelgroep. Ze ervaren eigenlijk de emoties echt zelf, omdat ze de spelletjes spelen. En de ene keer worden ze daar heel blij van, de andere keer worden ze heel boos of verdrietig of bang. En dat zijn dingen die kun je dan met ze bespreken. Ze voelen het op dat moment ook echt, in plaats van dat ze zich iets voor moeten gaan stellen waarbij je heel veel woorden moet gebruiken. En dat is gewoon voor deze kinderen erg lastig. Bij Jesus die kwam binnen toch eigenlijk wel een beetje teruggetrokken. Toch eigenlijk wel afwachtend van wat gaat hier gebeuren. Hoe lang gaan we hier zijn? Wat gaan we hier doen? En gaandeweg zie je dat hij een blij kind wordt. Dat hij zich op zijn gemak voelt. Wat streken uit gaat halen. Gewoon meer zichzelf is in de klas. Als je dit even doet, ik blij. Niet verdrietig.